Een hele goede dag lieve kijkers. Dank jullie wel dat jullie weer naar mijn video kijken. Nou, zoals jullie zien, hier, dit zijn mijn kuiten. Die heb ik helaas verrekt, de spieren. En die heb ik gigantisch verrekt. Ik dacht zelfs dat het gescheurd was, maar helaas kan de fysiotherapeut het nog niet vaststellen. Dus voorlopig... zit ik met het drukverband en oefeningen en hopelijk binnen 6 weken ben ik hersteld. Dus dan kan ik weer extra video's voor jullie maken. Nou, op dit moment sta ik in de keuken. Ik zit eigenlijk nu op een bureaustoel. En ik ga toch proberen te filmen voor jullie, want... ja, ik heb het zelf ook wel heel erg gemist. Nou, hoe dit gebeurd is, dat weet de fysio dus ook niet. Ik heb geen rare dingen of gekke dingen gedaan. Ik heb wel 3 dagen lang was ik wel heel erg actief. Ik heb op Koningsdag bijvoorbeeld gestaan voor 11 uur. Ik heb twee feestjes tussendoor gehad. Dus het waren 3 dagen achter elkaar. En ik denk dat mijn kuit het op een gegeven moment gewoon dat niet meer aankon. Plus, ik ben niet echt een sporter. Ik wandel veel. Dus, maar goed. Volgende week komt de fysiotherapeut. En die gaat weer kijken. Maar voorlopig is het even oefeningetjes doen en herstellen. Goed, vandaag weer een heerlijke vegan recept. Boordevol fruit en frisheid. Nou, vandaag ga ik bramen, mango, banaan, kokosroom, ijs maken. Want zoals jullie weten heb ik meerdere ijsrecepten voor jullie gemaakt. En dan kun je hierboven zien, mag je klikken en dan mag je mijn ijsjes, andere smaken ontdekken. Prima. Nou, dan begin ik met natuurlijk de ingrediënten. Zoals ik al liet zien, ik heb hier bramen, vriesvers fruit, 250 gram. Ik heb hier mango, vriesvers fruit, ook 250 gram. En ik heb hier heerlijke gerijpte bananen. Heel erg belangrijk. En niet te vergeten onze heerlijke kokosmelk romig. En daarom noem ik het ook kokosroom. Want het is een heerlijke romige kokosmelk. En dat is alles wat je nodig hebt om ijs te maken. Nou, dan ga ik beginnen. Goed, ik had vergeten de knop in te drukken om te laten zien hoe ik de mango en de bramen uitpak. Dus ik heb ze weer even uit de blender gehaald. Alleen het valt niet mee om op één been te staan. Omdat de kuit dus nog niet rechtop kan. Dus ik hoop dat jullie hier even overheen kunnen kijken. Maar in ieder geval, ik heb hier dus mijn blender. En ik had hier dus al alles erin gedaan. Want ik dacht met filmen. Niet dus. Dus mijn man gaat mij even helpen. Hij gaat eerst de mango in de blender doen. Yes. Nou, hartstikke mooi. Dankjewel. En daarna de bramen gaan ook lekker mijn blender in. Zo. En daarna de banaantjes gaan ook de blender in. Kijk eens. Nou, dat is een topper weer. Moet je kijken, heerlijke kleurtjes. Gewoon, dit is ideaal om als ijs te gaan maken. Natuurlijk kun je vriesvers fruit voor overal gebruiken voor vegan cake, vegan taartjes.
toetjes, wat jij maar wilt. Prima. Nou, het volgende ingrediënt is natuurlijk onze kokosroom. Nou, die gaat ook lekker de blender in. Wacht eens even. Zo, nou, mijn man gaat mij hier ook bij helpen. Dank u wel. Zo, nou, perfect. Dan moet je kijken, wat een geweldige romigheid. Goed, deksel staat, zit erop, dus ik ga blenden. Nou, even kijken hoe dat, hoe het gaat worden. Zo, en daar gaan we. Dus kijk eens, wat een pracht en een praal. Mango, bramen, banaan met kokosroom. Heerlijk. Nou, voor een ijseffect, meer ijseffect, als je dit niet genoeg vindt, kan je je ijsmachine gebruiken als je die hebt. Of als je zo'n soort van een, ja, zo'n lolly hebt, hè. Je weet wel, die plastic dingen waar je ijs in kan doen en dan in de vriezer. En dan kan je heerlijk genieten van een lollipop ijs. Maar ik vind dit gewoon ook zo geweldig. En daar ga ik straks lekker van genieten in het zonnetje. Nou, dan ga ik even inschenken. Wauw. Oh jee. Nou, en nu natuurlijk het belangrijkste. En het beste moment is om te proeven. Nou, ik ga mijn ijsje proeven. Lekker, lekker koud, lekker, heerlijk fris. Die mango, braampjes, banaan, kokosroom, amazing. Je mag natuurlijk ook garneren met kokos, hoe noem je dat? Kokossnippers. Kokossnippers. Kokosnippers, mag ik even doen? Kokosbloesemsuiker. Er zit een lepeltje in trouwens. Je mag natuurlijk ook garneren met organic coconut sugar, wat jij lekker vindt. Nou, moet je kijken. Of natuurlijk ook met geraspte kokos. Wat jij wil. Prima. Nou, dat was het. Dat was de bramen, mango, bananen, kokosroom, ijs. Nou, vond je deze video een leuke video? Geef dan een dikke thumbs up. En natuurlijk deel het met vrienden, familie en kennissen natuurlijk. En ben je nog geen abonnee? Abonneer je dan op veganlounge.nl, want dan krijg je natuurlijk weer geweldige vegan recepten en natuurlijk heerlijke smoothies, groene smoothies, fruitsmoothies. En ook hou ik me nu ook bezig met rustgevende natuurvideo's, relaxed video's. Ik ga ook meer ASMR video's maken en natuurlijk soms kattenvlogs, want mijn katten, ja, die zijn camera gek. En dan zie ik jullie natuurlijk weer de volgende keer. Oké, bedankt voor het kijken.
Dag! Abonneer op veganlounge.nl.